Goor is lid van het hoofdbestuur van de KAVB. Die afkorting die ik er maar niet in krijg. Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollen Cultuur. Fantastisch altijd die afkorting. Lid van het hoofdbestuur van de KAVB. Maar ook Kring Bollenstreek, dat is zeg maar de afdeling in de Bollenstreek. Je hebt een boerderij in Hillegom. Als je de McDonald's kent in Hillegom, dat is een mooi richtpunt altijd. Ja. Even rechtdoor en dan de rechterkant. Zeg ik het zo goed? Klopt, ja. De eerste boerderij hebben we nu ook. En de derde boerderij, daar zitten we nu nog. En de eerste is in ontwikkeling. En dan gaan we ook een nieuwe boerderijwinkel ontwikkelen. Want er zijn meerdere boerderijen, begrijp ik. Ja, er staan 3 boerderijen. De middelste, dat is de paintballhal. En de eerste dan vanaf de steenfabriek. En de derde boerderij, daar zitten wij, zeg maar. Jullie doen niet aan paintballen, neem ik aan. Nee hoor. Het is een vreemde eend in de bijt, zou ik bijna willen zeggen, dan in het rijtje. Ja. Jullie doen aan blaarkoppen. Ja. Dat is een wereldberoemd ras in Nederland, misschien wel in de wereld. Maar het moet wel beschermd worden. Maar was laatst in het nieuws dat er problemen zijn met de mest. Dat jullie ze eigenlijk moeten afschaffen vanwege de mest. Hoe zit dat precies? Ja, de blaarkop is een oud-Hollands ras. En er zijn wat problemen met de fosfaten. Dat ze in Brussel aan bepaalde quota moeten voldoen. En daar zijn ze overheen gegaan. Want ja, het kwotum was natuurlijk in 2015 afgeschaft. En toen gingen een heleboel boeren fors uitbreiden. En nu wordt dat weer behoorlijk teruggedrongen. En dat doen ze ook om de derogatie te behouden. En maar wij zijn biologische boer. En zijn dus grondgebonden. En dan heb je daar eigenlijk niks mee te maken. Maar in feite was dat eerst wel zo. En nu heeft de minister dat een beetje bijgesteld. Oké, wat houdt het precies in als je een biologische boer bent met blaarkoppen? Dat houdt in dat je grond ook biologisch moet beheren. Dus je mag geen kunst meer strooien, je mag niet spuiten. En je moet aan allerlei eisen voldoen. Oké, en die blaarkop heb ik me wel eens laten vertellen. Dat is een, ja, dat klinkt een beetje raar, een heel lekker stuk vlees, heel apart. Ja, dat klopt. Die blaarkoppen, dat zijn dieren die geven niet het meeste melk. Maar ze noemen het ook wel een dubbeldoorras. Dus ze geven en melk en vlees. En het is een beetje fijndradig vlees. En ook de manier door hoe wij dat doen, dat je het vlees laat besterven. En op die manier krijg je echt een super kwalitatief stukje vlees. Een biologische boer, dat is natuurlijk een manier van je bedrijf draaiende houden, maar misschien wel een manier van denken, van leven. Hoe zijn jullie ooit biologische boer geworden? Ja, we zijn in 2006 gestopt met koeienmelken, een tijdje. En toen hebben we er natuur van gemaakt. En dat beviel zo goed. En toen deden we ook aan bepaalde dingen mee, zoals vogelbeheer. En dat je aan bepaalde kruiden moest krijgen. Dus toen mochten we ook al geen kunstmest meer strooien. En toen het kwotum er weer afging, denken we, nou, dan kunnen we mooi weer beginnen. En ondertussen hebben we land bij kunnen huren, ook bij het landgoed van Keukenhof. Hebben we ook een groot stuk kunnen huren en nog een stukje bij Zuid-Hollands Landschap. En dat zat er allemaal beheersmaatregelen op. Dus ja, dat past ontzettend goed als je dan biologisch zou zijn. Want je mocht toch al geen kunst meer strooien en niet spuiten. Dus met een paar kleine maatregelen erbij zijn we zo verder gaan boeren. En die blaarkopkoeien passen daar ook perfect in. Want die kunnen met relatief weinig krachtvoer en heel goed op gras toch melk geven en vlees geven. Oké, want vogelbeheer, daar verdien je toch geen geld mee? Daar verdien je geen geld mee, maar je kan wel bij de overheid met een soort programma meedoen. En dan moet je dus laten maaien. En dan probeer je dus meer vogels te krijgen. En dat is bij ons echt heel goed gelukt. Want je moet zeg maar gemiddeld aan de 100 broedparen per 100 hectare komen. En we zitten wel aan de 360 broedparen per 100 hectare. Maar krijg je dan een soort van beloningssubsidie van de overheid of iets dergelijks? Je krijgt daar een vergoeding voor als je later maait. En je moet aan die eisen kunnen voldoen. Dus de SOFON heb ook 10 jaar bij ons geteld. Om te kijken hoe dat gaat en ontwikkelt. Ja, dat is, en je krijgt er steeds meer plezier in. Als er steeds meer komen, dat het goed lukt. Je maait op een apart soort manier. En, dus van binnen naar buiten. Dan laat je de zijkanten staan. Oké, dus daar moeten jullie je lol en je plezier uithalen als het ware? Ja, nu ben ik. Deed mijn schoonvader dat ook altijd al. Als 7-jarig ventje kwamen we daar vlakbij wonen. En zo ben ik daar ook zowat bijna opgegroeid. Dus die heeft mij dat ook helemaal geleerd. En dus
van jongs af aan herken je een hoop dingen. En dan neem je dat ook allemaal mee. En om welke vogels gaat het dan? Dat gaat om de kieviet, de grutto, de tureluur, bepaalde slopeenden. Okay. Die zitten allemaal bij jullie omdat jullie er rekening mee houden? Ja, en de gele kwikstaart, patrijs, en, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar hoe krijg je die dan? Is dat alleen een kwestie van maai of nemen jullie ook andere maatregelen? Nou, die vogels die zaten er al een beetje. Maar ook gewoon door de manier van hoe je werkt en hoe je dingen aanpakt. Het gebied met rust laat. Bepaalde waterstanden kan je er nog meer krijgen. En dat het nog beter gaat. Oké, en wat valt er dan nog te winnen bij jullie? Vooral dat het zo in stand blijft. Want je snapt wel, als je later maait, dat je kwaliteit van je gras een stuk minder is. Dus het kost wel degelijk wel geld. Ja. Dus vandaar, als je dat hulpsteentje niet zou krijgen, zou je toch eerder gaan maaien. Ja, precies. Dus dat is wel echt nodig, die steun van de overheid. Want dan zou je een soort van gek eentje zijn als je alleen maar met de natuur bezig bent. Toch? Ja. Blaarkoppen, vogels, wat heb je nog meer? We doen ook bloembollen. Dat is eigenlijk de hoofdtak bij ons. We zeggen altijd, wel eens met een gekke bek, van de koeien is hobby. Oh. Want het gebeurt 's ochtends voor 8 en 's avonds naar 5:30. Zo, de vroege hobby is dat. Ja. Ja. Maar doordat we met meer mensen zijn en een aantal medewerkers, kunnen we de taken wel mooi verdelen. Ja. Maar in de hoek waar jullie zitten in Hillegom, dus het zeg maar, begin van Hillegom, dat is allemaal grasland? Ja, je had zeg maar, de Leidse Straat of de Herenweg. En dan had je links hier vandaan gezien, zeg maar, was vroeger allemaal duin. En rechts was een moerasachtig gebied en dan kreeg je de Haarlemmermeer. Dus aan de ene kant van de weg moeten we heien, palen van 21 meter. En aan de andere kant hoef je misschien een klein beetje te heien. Wauw, zo groot zijn die verschillen. Ja. Dus dat betekent ook grasland rechts en bollegrond links? Ja. En dat doen jullie dus ook? Dat doen wij ook, ja. Oké, en hoe is die verhouding dan? Zeg maar grasland en bollegrond, is dat echt 50-50 of zit je nog meer in de bollen? Qua land, qua hectares heb je veel meer grasland. Maar qua bollen, qua werk en aantal mensen wat erin werken, dat is dat wel het grootste gedeelte. Ja. Want we doen het met z'n achten, met z'n vier vaste medewerkers en zelf met z'n vieren. Zo. En dan nog de nodige uitzendkrachten in de bepaalde seizoensarbeid. En er werken bijna wel, misschien wel 80-90% van de mensen werkt in de bollen. Ja, oké. En dat biologische boeren, want jullie verkopen, ik vond het zo mooi, jullie verkochten stoofpeertjes. Goede herinneringen aan stoofpeertjes. De polderhoen, wilde gans. Trekt dat een beetje klanten? Werkt dat echte natuurlijke product? Ja, dat werkt op zich wel goed. Het zijn ook gedeeltelijk streekproducten, dus we ruilen ook met andere boeren uit. En daardoor heb je gewoon een echt streekproduct van goede kwaliteit. Ja, en dat komt altijd terug. Ja. En dan zit hier aan tafel omdat u lid bent van het hoofdbestuur van de KNVB en dan de kring Bollenstreek. Dan heeft u grasland en bollengrond. Dat grasland, komt dat een beetje bij de KNVB op de agenda? Want het gaat altijd maar over die bollengrond. Dat komt, heel af en toe komt het ter sprake. Hè? En dan, omdat we natuurlijk die 2650 hectare bollengrond willen behouden. Magische getal, ja. Maar dat weiland ertussen, dat geeft natuurlijk een ontzettend mooi effect. En daar zijn de meeste mensen het ook wel mee eens dat dat gewoon ook moet blijven. En juist de afwisseling die we hier in de Bollenstreek hebben, en de duinen en wat bossen en water. Ja, dat maakt wat de bollenstreek is. Want we hebben die 2525 hectare bollengrond. Is er dan ook een bepaalde oppervlakte grasland afgesproken die we willen beschermen in de bollenstreek? Ja, dat is ook wel gedeeltelijk afgesproken dat bepaalde gebieden, weilanden, echt behouden moeten worden. Oké, dus dat is ook beschermd. Want een paar jaar geleden ging het maar over grasland. Dat is alleen maar goed om te spuiten naar bollengrond. Daar ging het toen over. En toen weet ik nog, meneer Duinenveld uit Lisse zei toen van, ja, maar hallo, we verdienen ook ons geld nog aan het grasland. Dus dat moet ook beschermd worden, dat is ook natuur. Is die discussie een beetje verstomd? Is het nu gelijkwaardig? Ja, dat denk ik wel, dat best wel gelijkwaardig is. En je hebt ook een heel aantal gebieden, wat ik net noemde bij ons, die veenweidegebieden, die kunnen ook niet omgezet worden. Nee, dat heeft geen zin. Nee, want dat zand zit misschien wel op 21 meter diepte. Ja, nee, dat is een beetje te diep is dat, om er lekker mee te werken. Ja. U bent vers, hè, in het bestuur, in het hoofdbestuur. Waarom bent u erin gestapt? Nou, ik ben al een heel aantal jaren lid van de kring Bloembollenstreek. En toen moest John van der Slot, die had het 9 jaar gedaan. Dus die zegt, ja, het wordt eens tijd voor de nieuwe voorzitter. En dat was toch niet zo makkelijk om die te vinden, omdat het best wel heel veel tijd kost.
Ja, en als je volop in je bedrijf staat, dan kan je niet altijd zomaar weg. Nee. En toen zijn we uiteindelijk met elkaar zo ver gekomen dat we het in tweeën gedaan hebben. Dus dan doe ik het hoofdbestuur. En Piet van der Poel doet de rest. Ja, en Piet van der Poel die doet de kring. En het hoofdbestuur, kom je dan 1 keer in de week of in een maand of een half jaar bij elkaar? Of, dat is 6 tot 8 keer per jaar. En dan moet je rekenen op een halve dag tot hele dagen. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Want ze vragen me ook pas geleden, was er omgevingsvisie van Hillegom. Of burgemeester en wethouders van Lisse kwamen op bezoek. Ja, zulke soort dingen. Als je dan een actief kweker erbij hebt, ja, dan voeg je toch wel heel wat toe, zeg maar. Ja, wat dat verhaal vertelt u dan? De toekomst van de streek. Als er nou het Hillegomse college komt voor zo'n omgevingsvisie, dat is het toekomstplan van Hillegom. Heeft u nou gezorgd dat u een goed hoofdstuk heeft gekregen in die omgevingsvisie? Nou ja, je probeert daar wel degelijk goed in bij te dragen. Dus ja, dat je aangeeft dat de bollenbedrijven toch veel groter worden. En dat een deel van de oude bedrijven weer opgeruimd moet worden. Dus ja, je pleit toch voor een grotere bouwplan. En is het een positief verhaal wat u dan vertelt? Ja, ik probeer altijd wel heel positief te zijn. En ik ben gewoon heel positief hoe ik in het leven sta en in het bedrijf. En, Maar die bollenstreek, is dat een positief verhaal? Want het is natuurlijk, ja, ooit is er een pact gekomen omdat we zwaar bedreigd werden. Want Amsterdam wilde hier huizen bouwen, ik zeg het even kort door de bocht. Zit het nu wel goed of moeten we nog heel hard aan werken? Moet er nog gevochten worden voor elke hectare? We gaan er vanuit nu met de Krimpoort en met de GOM dat het goed moet komen. Maar ja, je weet natuurlijk nooit. De druk op huizen bouwen zal hier altijd blijven. Maar ja, we proberen toch als KVB zijnde voor de bedrijven die door willen gaan en verder gaan. Daar komen we voorop. Zodat we gezonde bedrijven kunnen houden. En zit u dan in het hoofdbestuur naast iemand die over het Westland gaat bijvoorbeeld? Werkt dat zo? Dat klopt, ja. Je hebt 5 bestuurders van heel Nederland. Dus je hebt een noordelijk van de noorden iemand en West-Friesland en zo verdeeld over Nederland. En hoe ziet dan onze sector eruit, onze afdeling? Gaat dat goed? Of hebben ze in andere delen van Nederland grotere problemen? Of is dat niet zo makkelijk te zeggen? Nou, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Elke streek heeft natuurlijk zijn eigen kenmerken en dingen of akkefietjes, ja. Ja, dan gaat het over bestrijdingsmiddelen of het gaat over het nieuwe kabinet, dat soort zaken? Ja, zulke soort zaken. Of dat bepaalde provincies toch weer andere eisen hebben. Of iemand uit het Westland denkt weer iets anders als iemand uit de Bollenstreek of West-Friesland. Of ja, die verschillen heb je ook nog. Ja, maar tot nu toe, want u zit er net in, hè? Hoe bevalt het? Ja, ik heb 1 vergadering meegemaakt en komende dinsdag heb ik de 2e. En ik vind dat heel interessant. Ja? En doordat ik ook in verschillende studiegroepen zit. Studiegroep hier Sint en duurzame bollenteelt. En de kring al een aantal jaren doet. Ja, en heel veel dingen volg. Zoals Flower Science Café en zo zijn er nog tig dingen. Dan kom je steeds meer te weten en krijg je steeds meer inzicht hoe alles in elkaar zit. Ja, en bij die landelijke KVB, want we hebben het hier vaak aan tafel over duurzame zaken. Het lijkt echt dat het gaat landen in de Bollenstreek. Dat idee krijg je een beetje. Landt het ook bij de KVB landelijk? Is iedereen ermee bezig, ook in het Westland? Daar heb ik nog niet zoveel zicht op. Maar je merkt wel dat bijna iedereen er wel mee bezig is. Omdat je ook wordt gedwongen door allerlei omstandigheden. Dat bepaalde supermarktketens of wie dan ook eisen stelt. Van welke middelen wel of niet in je bol mogen zitten. Ja. En als je ziet hoeveel bollenvogels er zijn. En tussen de bollen, het is hier gewoon 1 groot natuurgebied eigenlijk. Je gaat er helemaal van stralen van die vogels. Ja, als ik zie wat ik de hele dag om me heen ziet. En dat hoorde ik vandaag weer iemand vertellen. Dat die fluisterboten die vanaf de keuken opvaren. Dat die ook zeggen, joh, we komen zoveel vogels tegen. En veldleeuwerikken, patrijzen, van alles wat ze zien. Ja, precies. Dat het toch een heel mooi stukje natuur is. En dat moet beschermd blijven. Ja, en dat blijkt dan ook wel dat je ziet van hoeveel minder middelen je al nog gebruikt eigenlijk. En dat we met z'n allen steeds meer na gaan denken en dingen uitproberen hoe we dat met zo min mogelijk af kunnen. Dus het gaat de goede kant op? Het gaat zeker de goede kant op. Okay. Maar economisch moet het natuurlijk ook kunnen, want ja, u kunt wel laten maaien voor de vogels, maar als u daar weinig geld mee verdient, dat is ook niet de bedoeling. Gaat het economisch, wordt het ook gesteund, het idee van die duurzaamheid, door bijvoorbeeld zo'n Rijksoverheid, dat die richting steeds meer ingeslagen wordt? Heeft u dat idee ook of kan dat beter? Ik denk dat dat nog wel beter kan. Want qua bepaalde middelen moeten ze dat ook
biologische middelen makkelijker toestaan. En er zit vaak best wel een lange weg voordat ze dat toelaten. En nou, nu zijn ze toch, willen ze dat toch wel gaan versoepelen van de hogere hand af. En u wordt natuurlijk grote pleitbezorger van duurzaamheid in het overbestuur van de KVB. Ja, maar ik denk dat bijna alle kwekers dat wel op zich wel hebben. Maar het moet wel economisch allemaal kunnen. En daar hebben we gewoon echt even tijd voor nodig om dingen uit te zoeken wat wel en niet kan. En het is een hele andere manier van denken. Ja. En ik heb dat proces in dat boerenbedrijf al meegemaakt. Maar er zal ook wat meer onkruid komen en wat andere dingetjes. Ja, precies. Dat wordt een grote ervaring opdoen. Show. Ja, nou leuk. Kunnen mensen langskomen? U heeft een boerderijwinkeltje, maar geeft u ook rondleiding om te laten zien hoeveel vogels er zitten of niet? Dat doen geen we... Geen haaks meer in de agenda? Dat doen we wel eens een klein beetje, maar het liefst laten we het gebied zoveel mogelijk en met rust. We hebben wel vorige week vrijdag, op Goede Vrijdag, de koeien naar buiten laten gaan. Nou, toen zijn er ook echt honderden mensen geweest. Het hele bedrijf stond vol met fietsen en auto's en mensen die stonden te kijken. En er werd door de Zoete Suikerbol nog een pannenkoekje gebakken. En mevrouw stond gratis koffie uit te delen. Dus het was echt een hele leuke happening. Geweldig, ja. Mooie show hoe die koeien dan naar buiten komen natuurlijk voor de eerste keer. Ja. Oké, perfect. We gaan het horen wat er gaat gebeuren in het hoofdbestuur van de KVB. En als er ontwikkelingen zijn, dan nodigen we je gewoon weer uit. Ja, dat is goed. Oké, afgesproken. Bedankt voor je verhaal. Ja,